In een wereld vol kunst en cultuur, waar creativiteit en expressie samenkomen, maakte ik onlangs een reis die mijn hart verwarmde en mijn ogen opende. Ik bracht een bezoek aan het Van Abbe Museum, een plek die bekend staat om zijn diverse kunstcollecties en innovatieve benadering van kunst. Maar wat me echt verraste was wat ik ontdekte bij de ingang van dit museum. Een hoekje, schijnbaar bescheiden, maar doordrenkt van betekenis en empathie. Hier schuiven vluchtelingen aan, mensen die door oorlog, geweld en angst gedwongen zijn hun thuisland te verlaten om hier in een nieuw land een veilige plek te vinden. Wat een prachtig gebaar, zo respectvol en inclusief voor iedereen die hier aankomt. Het herinnert ons eraan dat de grenzen die we in kaart hebben gebracht menselijke constructies zijn. Moeder Aarde behoort ons allemaal toe en het is onze plicht als medemensen om degenen te helpen die op zoek zijn naar een toevluchtsoord, ongeacht waar ze geboren of waar ze vandaan komen. Tijdens mijn bezoek raakte ik in gesprek met Moas, een vluchteling die graag zijn verhaal wilde delen en daardoor mijn perspectief verbreedde. Moas, ik ben toevallig jou tegengekomen hier in het Van Abbe Museum. Je vertelde net een verhaal aan mensen die hier zaten. En ik ben zelf dus wel benieuwd naar je verhaal, maar ook met name voor jou. Wat betekent dat voor jou om gevlucht te zijn uit je eigen land? En welk land gaat het eigenlijk om? Ik kom uit Somalië. Ja. En ik ga naar Jemen. Ik kom naar Nederland in 2017. Ja. Daarom Somalië heeft politieke interesse in problemen. En de war, civil war daar is niet, is ben gaan voor 25 jaar nu. En ja, ik kom hier alleen. En ik vind wat ik kan doen hier, ja. En Moas, in Somalië, wat deed jij in Somalië? Studeerde jij of hoe was jouw leven daar? Mijn vader was in de army. Ik was geboren in de army. En ik ga naar school. En ik werkte van zes als voor mijn boerman en allemaal geven. En mijn vader was architect, hij math allemaal was heel de eerste ding ik moet doen. En islam, studeer islam en Arabisch. Oh, je bent een moslim, zeg maar? Religie van islam, ja. En de vijf keer je moet Koran en de Arabisch voor de Koran. En mijn vader zegt, ja, ik moet leren meer Arabisch en oud Arabisch. Yeah. Maar je bent naar Nederland gekomen en jouw ouders dan, die zijn nu nog, die zijn meegekomen? Nee, mijn ouders, mijn vader en moeder, de tweede was dood van die in Somalië. Yeah. Mijn vader en moeder is dood. Yeah. Komt dat door de oorlog? Ik was 13 jaar. Yeah. Ben jij op je 13e gevlucht? Ja. Yeah. En hoe moet ik dat voorstellen op je 13e? Hoe ben je vervlucht? Niet vervlucht, met van Jemen tot Emirati. Dan ik ga van Emirati tot Istanbul. Van Istanbul tot Italië. Ja. En met de boot? Met de vlon. Ja. Ik geboren met hartproblemen en ik vraag visa over hart check-up naar Italië. Van Italië ik heb een vriend daar en hij zegt nee, niet Italië, je moet gaan naar andere land. Nee, ja. Hij was in Italië 3 jaar en ik heb geen stamp en niks van Italië. Hij geeft me heel leuk kleden en suit en chemis is vraag van mij, niks. Dus jij bent op je 13e naar Nederland gekomen? Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Ik kwam naar Nederland in 18. Ik kwam naar Italië toen ik was 18. Yeah. En je bent nu al hoe lang in Nederland? 6 jaar, ja. 6 jaar. Ik kwam hier toen ik was 20. Ja. Ga je naar school? In Nederland? Ik hoop vorig jaar, nou, ik heb
for half of life from Medikasi, and that is NER alone. And the room is NER can eat work of Sadira. Yeah. Okay, dus je gaat eerst Nederlands leren? Ja. Ik wil leren mijzelf. Ik vind dat je heel goed praat eigenlijk. Dankjewel. En ik hoop, wanneer ik heb B1 of B2, ik weet dat ik kan beter werk hebben en beter school gaan. Ja. Ja. En heb jij ideeën wat je wil worden hier? Ja, ik denk, er is twee dingen die ik vind die interest voor mij. En ik hoop werk. Tekenen, schilderen, creatief maken en mental health. En ik hoop ik de tweede maken ene en helpen mensen met PTSD. Ik heb PTSD, ik heb anxiety. Hoe kan ik helpen deze mensen met tekenen, met schilderen, met creatief maken? Ook ja. Met creatief als ja. Middel om je goed te voelen, zeg maar. Ja. En heb jij ook problemen ondervonden toen je hier kwam? Wil je daarover hebben? Of? Ja, de eerste keer wanneer ik kom hier. Ik heb de wanneer ik vraag voor de system voor de IND voor refugee papieren geven en status. Twee keer ik heb negatief. Ik heb geen idee waarom. 100% ik heb geen idee waarom. De mensen zegt wat je zegt is niet heel waar. Eén ding of twee dingen vragen voor. The Emirati airport of Emirati how can you say what was in the Dubai airport? I have no idea, forget these things. I was there for one day. And then the first time I asked the same question. I said, it's a bit of one thing, but I forget, not say. Not other things, but I forget that thing. Ja, je bent wat je zegt is niet waar. Ja. Maar, dus je hebt nu nog geen verblijfsvergunning in Nederland? Nou, ik heb wel verblijfsvergunning voor medicatie, ja. Dus wat ik begrijp uit jouw verhaal is dat IND, die zijn niet echt empathisch om te luisteren. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Dan, dezelfde van harte operatie. Ik was part-time helper van... translate van Arabisch. En leraar daar zegt, er is een groep, de naam is Vordig in de knel. En ik praatte met hem over mijn hartoperatie en hij zegt, je kan hebben papieren met je hartoperatie. En ik heb geboren met hartproblemen. Ja. En hij zegt, je kan vragen. En ik ga naar de Vordig in de knel en allemaal komt het goed. Ja. Het was heel lang, 2 jaar. Babira met ziekenhuis. Ik heb hartoperatie. Dan ik heb de vergadering van blijven. Je bent hier geopereerd, zeg maar. In Rotterdam. Erasmus ziekenhuis. Okay. Ja. Ja, is al een goede ziekenhuis. Ja, is heel goed ziekenhuis. Ja, is heel goed. Wat was de reden van jou dat je ging vluchten? Dat is mij niet echt duidelijk. De reason. What is the reason? Ik heb aant hier. Mm-hmm. Zij is alleen en zij kan niet hebben kinderen. Zo, en wanneer ik kom te hier, ik praatte met haar heel lang geleden, 10 jaar wanneer ik in Emiraten. En ik zeg, ik heb niks familie in Europa. Zo, waarom naar Gaman, één persoon die ik weet, zij is heel de beste vrouw. Oh my god, dat is serieus, hij heeft het grote hart. Wanneer ik kom naar haar, zei ik, kom naar mijn huis, eten. Je kan voor mij zitten elke dag. Niet vragen voor geld, niet vragen voor waarom je hebt geen thuis, waarom je doet niks. Zij was mijn hand en dat is waarom ik woon in Eindhoven. Zij woon in Oosterwijk, 20 minuten. Oh, yeah. Dat is alleen de grootste probleem. Reason, ik woon in Eindhoven voor haar. Ja. Mijn moeder is dood, maar zij is mijn nieuwe moeder. De nieuwe moeder. Dus eigenlijk de... zus van je vader? Of ja, zus van mijn zus, van mijn moeder. Wanneer ik zie haar de eerste keer, of ik zie ze. Oké, zij was al in Nederland. Ik kan niet stoppen. Ik was de eerste keer, ik kan be a kid for a moment. Oh ja. Yeah. Again. Ja. Dus, want was 13, ik heb
next like moment of pause of vacancy of Khanar the a movie of a game spell like you need like more to work worked since I was six. Dus in je eigen land heb jij niet kunnen leren. Je ging niet naar school. Ik ga naar school en werken. In je land, zeg maar. Maar wat zijn jouw dromen nu eigenlijk? Nou, ik weet niet wanneer ik heb mijn status en ik heb een beetje meer geld dan normaal. Ik zeg waarom niet. Wanneer ik was kind, wanneer ik heb pauze. Ik alleen tekenen. En nu ik doe tekenen, ik ga erin. En ik hoop ik kan van mensen maken mensen tekenen met mij. Workshop met voor mensen van tekenen, van schilderen. En maak hem de mentality, de stress, die allemaal in die canvas doen. Yeah. Dus je wil mensen helpen door middel van kunst om zich beter te voelen? Hoe wil je dat gaan bereiken? Ik hoop volgende jaar kan beginnen van scholen en ik kan heb een part-time werken. Wanneer ik heb weekend of tijden. Ik heb de medicatie voor 2 jaar nu. Nu ik doe het volunteeren met COC en met helpen, niet volunteer, maar helpen met een mensen queer over en the refugees that are queer event maker for the mensen barbecue maken or things like that and I hope that mensen have to feel need feel family. Christmas komt mijn ik ga maar naar mijn friend hij heeft geen familie samen van mij en dat we kan family maken dat is ik hoop wat ik doe voor de mensen. Oké. Okay. En Moaz, jullie zijn nu hier bij Van Abbe Museum. Ja. Hè? Hoe is dit ontstaan? Want daar ben ik ook benieuwd naar. Waarom ben je hier? Ja, ik zie Ali hier voorgender. Ik vraag van die huiskamer dat die organiseert dat helpen refugees. En ik praatte met Ashik, hij werkt hier. Yeah. En hij zegt, ik kan komen hier en zitten en kijken. En if je kan, elke woensdag ik zit hier. Vrijwillig. Om uit te leggen wat vluchten is en dergelijke aan mensen. Hè? Ja, de mensen... We praten met refugee, waarom mensen komen hier. Veel mensen denken, refugee komt hier, waarom niet gaan je land? Je hebt geen idee. Mensen hebben idee wat je denkt van dat mensen. Hij is alleen, hij niet gaat met ons. Hij alleen gaat naar werk, gaat naar een coffeeshop of blabla. Dan gaan naar huis. Nee, je gaat naar je boorman vragen, goedemorgen. Die kleine dingen. Goedemorgen, volgende keer, wanneer je gaat naar de winkel, vragen, wat koop je vandaag? Yeah. Wat kook je maken? Wat eten vind je van je land? Kom naar mij, eten met mij, Nederlands of welke land je komt van. Indian food, blablabla. Kook voor hem, hij. Arabische mensen willen vragen, kom naar een antwoord. Je kan vragen. Dit is de kleine. Dan meer en meer, dat is wat je maakt. Het systeem maken mensen samen. Welke land je komt van, is niet... Is niet van belang. Ja, is niet. Laat ons samen streven naar een wereld waarin we vluchtelingen beschermen met onwrikbare solidariteit. Hun recht op non-discriminatie en gelijke bescherming moet ons verbinden. Het begint bij ons, als samenleving, media en maatschappelijk middenveld. We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om hun onmisbare bescherming te waarborgen. Samen maken we een wereld zonder onderscheid waarin iedereen veilig is. You ask me in one sentence, tell us how you wanna live your life, or yes. Yeah, my one sentence would be is to take life as it comes.
the hardest step is not the first, it's the next step. So enjoy it. Dankjewel, Moaz. Alsjeblieft. Nu, terwijl ik terugkijk op mijn bezoek aan het Van Abbe Museum, hoop ik dat deze ervaring ons allemaal wijzer heeft gemaakt. Dat we hebben geleerd dat het denken van de juiste dingen begint bij het begrijpen van de wereld om ons heen, bij het koesteren van empathie voor onze medemensen en bij het streven naar een wereld waarin iedereen zich veilig en welkom voelt. Het Van Abbe Museum heeft niet alleen kunstwerken, maar ook harten en geesten geopend. Het herinnert ons eraan dat we samen verder kunnen gaan, dat we kunnen bouwen aan een wereld waarin niemand gedwongen wordt om zijn thuis te verlaten en waarin we als medebewoners van deze prachtige planeet allemaal onze plek kunnen vinden.